De 70-jarige Joke Tieleman krijgt sinds kort haar immunotherapie thuis. Al ruim 20 jaar kampt ze met borstkanker en daarvoor moest ze eerst naar het ziekenhuis. Deze zogenoemde thuismonitoring van het Albert Schweitzer ziekenhuis kent vele voordelen. En voor Joke voelt dat na enige aarzeling inmiddels grandioos. De eerste keer vond ik het niet leuk. Nee, toen miste ik toch een beetje het ziekenhuis. Ze betrokken je overal bij. Ze namen je in de maling. Het was altijd gezellig. Maar dit is ook volle 100% meegevallen. En ik vind het echt eerlijk. Ik heb nog wel eens periodes dat ik ziek op bed leg. En dan moet ik met pijn en moeite moet ik naar het ziekenhuis toe. En nu kan het gewoon lekker op je gemakkie doorgaan. En ja, dat vind ik toch wel een groot pluspunt hoor. Ja, heel veel uitkomsten, met name voor de patiënt, is het heel prettig dat ze nu niet naar het ziekenhuis hoeft. Want dat kost best veel tijd. En in het geval van mevrouw Tieleman is dat elke week. Sommige mensen kunnen niet zelf reizen, dus dan moeten ze met een taxi. En dat kost ook echt veel tijd en energie voor de mensen. Dus in die zin denk ik dat we de kwaliteit van hun leven ook echt bevorderen. Doordat ze lekker thuis kunnen wachten op de bank totdat wij er zijn. Je leert daar ook je mensen kennen. Maar ja. Voor het ziekenhuis zijn er ook voordelen, want de beddruk is best groot. En op de dagbehandeling oncologie zijn ook veel plekken nodig voor alle behandelingen die we geven. En op deze manier kunnen we best wel veel plekken vrijspelen op de dagbehandeling. Doordat wij een groot gedeelte over kunnen nemen. Het Transmiraal team kent ongeveer 10 mensen en reist van patiënt naar patiënt. En dient nu ook morfine, antibiotica of hormoontherapie thuis toe. Soms zijn er wel eens uitdagingen. Dus je zit altijd even met het zoeken waar je spullen neer kan leggen. En je wil hygiënisch werken en netjes werken. Dus dat is soms wat anders dan in het ziekenhuis. Maar ja, mensen zijn wel vaak veel meer op hun gemak. De kuur werkt wel heel erg op mijn benen. Dus er zit neuropathie in de benen. En dat is waardeloos op zo'n lands gezegd. Ja. Ja, dan druk ik het nog heel netjes uit.